traditie. Dat is een woord dat vooral rondom kerst erg actueel is. Maar wat betekent het? Wat betekent traditie? Als eerste keek ik dus in het woordenboek en vond ik drie soorten van betekenissen. Eén, dat is rechts bezitsoverdracht. Dus letterlijk een bezitsoverdracht. Twee is het overdragen van persoon op persoon en van generatie op generatie van cultuurgoederen. Overlevering. Hetgeen al dus wordt overgeleverd van oudser bestaand gebruik. En ten derde, het handelen volgens overgeleverde gebruiken. Nou, dat is dus het overnemen van gebruiken. Het waarde toekennen aan iets wat je ouders of je grootouders al hebben gedaan. Dat is dus iets wat we graag doen, zonder erbij na te denken. Of niets graag doen, met er over na te denken. We weten niet beter. We zijn erin opgegroeid. Volgens de traditie gaat het zo. Volgens de traditie moeten we dat zeker doen. Het beklemt ook heel veel mensen om de gebruiken te doen zoals ze werden gedaan. Maar als de gebruiken in eerste instantie dus goede attentie hebben, bijvoorbeeld, maar even te noemen, het Sinterklaasfeest, dat men echt lief voor elkaar zou zijn, met als voorbeeld een bijzonder mens, ja, dan is wat er mensen ervan maken vaak niet hetzelfde. Dan maken mensen hun eigen verhaaltjes ervan. Met traditie heb je natuurlijk ook kerstmis. Dan zie je dus ook dat mensen vaak al denken te begrijpen wat het betekent wat kerst is. Ze worden ondergedompeld in allemaal verhaaltjes over wat goed en wat slecht is. En dat er een kindertje geboren is en dat er van alles ooit is gebeurd wat ze helemaal niet geloven. En ja, daar moeten ze dan iets mee opeens, omdat de traditie dat voorschrijft. Omdat de traditie wil dat zij zich bekommeren om de ander. Omdat ze dat blijkbaar niet vanzelfsprekend altijd al hebben gedaan. Eigenlijk, in die traditie zie je het beste in de tijd van kerst en Sinterklaas, dat er iets in zit wat vaak niet klopt. Men heeft iets overgenomen van de ouders of de grootouders. Dat misschien in eerste instantie een goede traditie is geweest. Maar om het te kopiëren, denkt men dus automatisch aan hetgene wat werkelijk is gebeurd. Zo weet ik dat bij mijn opa, van mijn vaders kant, was het altijd heel erg belangrijk met kerst. Met kerst moest men samen zijn en
Had hij geleerd dat van alles moest. Dat het gezellig moest zijn. En eigenlijk had mijn opa het waarschijnlijk zelf al meegemaakt. Dat het met kerst eigenlijk nooit echt gezellig was. Dat het eigenlijk altijd een feest was. Waar men misschien wel het beste voor deed om het gezellig te maken. Door de inrichting, door de sfeerverdichting, door de geur en door van alles en nog wat. Door vooral heel veel kinderen uit te nodigen. Je eigen kinderen. En dan lekker met z'n allen te gaan eten. Ja, dat is dus in de traditie waarop het altijd gebeurde. Maar op die dagen van kerst was het dus heel vaak ruzie. Omdat de mensen dat normaal gesproken nooit deden. Mensen waren opeens... kreeg ze iets in hun hoofd van, oh, nu moet het gebeuren. Nu moeten we gezellig doen. Nu moeten we allemaal cadeautjes aan elkaar geven. En eigenlijk maken ze allemaal er zelf weer een verhaaltje van. Eigenlijk realiseren zij zich niet dat het altijd... toch vanuit de traditie helemaal niet gezellig was. Ze hebben gezien dat hun bij hun ouders niet leuk was. En ze zorgen ervoor dat het in hun eigen situatie ook weer niet leuk was. Nu kan je misschien denken van, nou ja, dan doen ze dat gewoon toch niet. Maar als nou heel veel mensen je erop wijzen, als zelfs de reclames er een groot gebruik van hebben gemaakt om mensen lief voor elkaar te laten zijn, om cadeautjes te kopen, cadeautjes weg te geven. Als dat nou landelijk heel erg dik bovenop zit, dat we dat met kerst moeten doen, dan is er een traditie geworden die eigenlijk alleen maar bestaat uit handel. Niks anders dan handel. En het afkopen van schulden. Men wil een goed gevoel krijgen door een ander iets te geven. Er is natuurlijk niks mis mee. Je kunt best iets aan een ander geven. Een ander zal daar vaak blij mee zijn. Net zoals Jero Vera of mijn eigen vader die het leuk vinden om andere mensen iets te geven. Vooral met kerst. Niet dat ik iets van Jero Vera heb gehad, maar een paar dagen geleden kwam ze aanzetten met een hele grote dubbele roulade. Bij mijn vader was het zo dat hij mij afgelopen week al opbelde om mij €50 over te maken voor de kerst. Ja, dat zijn dingen die mensen doen om een ander gelukkig te willen maken.
Zo lijkt het. Maar doen ze dat ook? Natuurlijk doen ze dat. Maar hoe het beleefd wordt, hoe het tot mij komt, is verschillend. Heeft eigenlijk te maken met heel veel gevoelens. Ik maak er zelf mijn verhaal ook weer van. Ik vraag ook onblikkelijk mijzelf af, waarom geeft iemand mij wat? Omdat het een traditie is? Omdat het een gebruik is? En dan kom ik erachter dat niet alles even zuiver is. Dat ik een groot voorstander ervan ben dat mensen geven om echt mij gelukkig te maken. Maar dan bedenk ik mezelf gelijk van, ja, wat is dat dan geluk? Dat geluk wat voor mij geldt, wat is dat? En willen ze echt iets veranderen in dat geluk? Of willen ze liever iets afkopen van wat zij onder geluk verstaan en dat is het geven. Ja, het geven als een gelukspijler. Geven is veel meer waard dan krijgen. Als je kunt geven, dan is het gemakkelijk om te geven. Als het niet gemakkelijk is om te geven, dan krijgt het meer waarde. Dat bepaalt dus de waarde van iets aan een ander te geven. Als je overvloed hebt, kan je die overvloed ook delen. Dat is helemaal niks bijzonders. Maar als je tekort hebt, dan is het veel moeilijker om te delen. En soms denken mensen alleen maar dat ze tekort hebben. Omdat ze te veel kijken naar anderen. Als je te veel kijkt naar anderen, dan ben je heel vaak verblind in de hebzucht. En als je verblind bent in de hebzucht, dan wil je alleen maar hebben. En dan ben je nooit tevreden. Dan wil je altijd meer. En dan heb je nooit genoeg. Daarom moeten we mensen leren tevreden te zijn met iets wat ze hebben. Iets wat ze hebben gekregen. En dan komt automatisch naar voren van wat werkelijk van belang is. En datgene wat werkelijk van belang is, dat is dus liefde. Werkelijke liefde. Verder kan het allemaal gestolen worden. De hele traditie. Traditie. Als die niet liefdevol is, dan is het niks waard.